De slechte reken- en wiskunderesultaten van 10 jaar geleden waren de reden voor het oprichten van de Surinaamse Vereniging voor Wiskunde en Rekenleraren, SVWR. Op 16 april is het jubileumfeest gevierd met een receptie in het auditorium van Self Reliance. SVWR-voorzitter Ewald Levens nam bij de aanvang 1 minuut stilte in acht voor 2 prominente leden die ons zijn voorgegaan, namelijk Archibald Marshall en Paul Castanarjo. De voorzitter sprak over het ontstaan en functioneren van de vakvereniging. Op de gehouden rekenwiskunde-workshop in december 2007 op het instituut opleiding van leraren kwam men tot de conclusie dat het heel slecht gesteld was met het rekenwiskundeonderwijs. In het bijzonder met het rekenonderwijs op de basisschool. De participanten aan de workshop voelden zich mede verantwoordelijk om een bijdrage te leveren tot verbetering van het rekenwiskundeonderwijs. Op 16 april 2008 heeft zich voor het eerst in de historie van het Surinaams onderwijs een samenbindeling van rekenwiskundedocenten plaatsgevonden. Dit was aanleiding voor de oprichting van de Surinaamse Vereniging van Wiskunde en Rekenleraren, afgekort SVWR. Levens stelde daarna het huidige bestuur voor aan de aanwezigen. Hij gaf aan dat de vereniging een begrip is geworden in de samenleving. Ze komt op voor vakspecifieke belangen van de reken- en wiskundeleraren. Ze waakt ook over de kwaliteit van het reken- en wiskundeonderwijs. Levens zei vol overtuiging dat de leden van de SVWR geen prater zijn, maar doeners. De doeners die de wereld veranderen en geen praters. De SVWR heeft in de afgelopen jaren overeenkomstig haar doelstelling een vijftiental onderwijsprojecten uitgevoerd. Onder andere, samen met het IOL heeft de SVWR in april 2009 een enquête gehouden over het rekenonderwijs op een aantal basisscholen en pedagogische instituten. Een opmerkelijke conclusie uit dit onderzoek was onder andere dat vanaf het derde leerjaar neemt de interesse van de leerling voor het vak rekenen af. 2. 75% van de leerlingen in de derde klas scoren voldoende voor rekenen, terwijl dat slechts 33% is in de zesde klas. Ewald Levens, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Reken- en Wiskundeleraren, bij de viering van het 10-jarig bestaan van de vereniging. Aan het eind van de avond zijn de huidige en oud-bestuursleden geëerd voor hun verdiensten. Ze mochten allen een certificaat in ontvangst nemen. De vertegenwoordiging van het IOL gaf ook een cadeau, namelijk dat de vereniging het volgend collegejaar kosteloos een student mag inschrijven voor het vak wiskunde. Levens nam uit handen van Marta Becker een award in ontvangst voor het harde werk dat hij gedurende de 10 jaren heeft verzet voor de vereniging.